Deze nieuwsuitzending is in het kader van de serie Weltschmerz. Dat is Duits. En het betekent letterlijk zoiets als wereldpijn. Maar dat is geen mooi Nederlands woord. Mooier Nederlands vind ik wereldsmart. Mijn hart huilt met de wereld mee. Of iets anders wat leuk poëtisch klinkt. Dit is Weltschmerz uitzending nummer 2. Ik had er alleen gemaakt, maar die audio vond ik K. En jij mag invullen of je dat kut of klote vindt, zo'n K. Maar ik mag dat niet zeggen, want dat zijn vieze woorden. En dan kan je een YouTube-ban van krijgen. Bovenmatig gebruik van vieze woorden. Je hebt er eentje aan je broek hangen voordat je Abraham kan spellen. Dat kan ik je wel vertellen. Het gaat denk ik vroeg of laat wel gebeuren. Dus luister vooral nu het nog kan. En je kan de boel downloaden volgens mij. Ja, als je dat een beetje zo'n applicatietje hebt. Het is nummer 2. En die gaat over de FVD van Thierry Baudet. Dit ga ik opnemen in de titel, want ik heb er eentje gemaakt. Dat is nieuwsuitzending 599. En die luidt het EU-beleid van de FVD van Thierry Baudet. Misschien dat ik die titel wel letterlijk overneem. Die video die heeft nogal wat kijkers opgeleid. Het is niet echt een video hoor, je ziet alleen maar een fotootje. En je hoort dan de... Ja, die zit momenteel... Ja, en je hoort dan mijn stem. 119 views, dat is voor mijn kanaal zeer hoog. Dit is een reactie op een commentaar wat ik ontvangen heb. Een half uur geleden. Van een man en die noemt zich, of een vrouw, of een team, dat weet je niet. En die heet Kans Spatieloos. Ja, ik heet Perry Winkel. Zo heet ik al heel erg lang. Namelijk vanaf mijn geboorte. Nou, mijn vader die heeft mij heeft aangifte gedaan. En mijn misdrijf was dat ik geboren was. Het heet toch, je moet je kind toch aangeven. Nou, toen heette ik Perry Winkel. En de andere zegt, ja, maar jouw kanaal die heette De Hufters. Ja, dat was mijn band van die dagen. Toen YouTube begon en toen dacht ik, kom, ik ga mijn band erop pleuren. En dan heb je één keer de kans om een account aan te maken en dan moet je een naam kiezen en het werd dan De Hufters, dat is de naam van mijn band. Maar inmiddels, ja, mijn kanaal heet gewoon Perry Winkel. Dat mag iedereen ook weten. Ik ben toch Perry Winkel? Nou dan. Perry Franciscus Martinus Winkel, burgerservice nummer 059-668-301. Woonachtig op de Rodeburgstraat 3-3-6811 Hendrik Maria te Arnhem. Ik heb niks te verbergen. Nou, ik heb dus die nieuwsuitzending gemaakt met als titel Het EU-beleid van de FVD van Thierry Baudet. En daarin ben ik heel erg kritisch op de strategie van de FVD voor zover ze het hebben over de Europese Unie. Ik vind dat lijken op voor de gekhouwerij. Mijn mening is dat we die EU, die hoeft van mij niet weg, maar ze krijgen geen rode rotcent meer. En nee, wij hoeven ook geen subsidie van die lui. Die gaan maar lekker andere dingen doen.
Maar wij hier in Nederland, en dat is mijn mening, hè, wij zijn in staat om te zorgen voor Nederland. En of wij immigranten binnen willen laten, dat bepalen wij eventjes lekker zelf. En niet dat we er per se 100.000 binnen moeten laten, want de EU heeft dat gezegd. Ja, ik laat even een pauze vallen. Dat is mijn mening over de EU. Nou, en dan komt hier een reactie op van die meneer Kans Spatieloos. Dat is dan een meneer of een mevrouw of een team van een stelletje eikels. En dan staat daar, je hebt of IIG klinkt of je te veel jointjes op hebt. Dus klinkt, daar is wel een T gebruikt. Maar je hebt, wonen we in de, plat, is het plat Haags? Haagse Harry aan het woord? Dat had moeten staan. Je hebt, of in ieder geval, niet IIG, of in ieder geval, en dan moet er je klinkt, alsof, dus niet of, maar alsof je te veel jointjes op hebt. En dan gerookt natuurlijk. Want jointjes, die stop je niet in je mond. Dus deze meneer Kansloos is kansloos op een taalkursus tentamen. Want de beheersing van Nederlands heeft hij niet. En dan ten tweede, wat is de inhoud van deze zin? Waarom oppert meneer Kansloos dat ik blow? Ik geef er even een paar seconden. En dan kun je zeggen, ja, Perry, ja, jij blowde toch vanaf je, wat was het, mijn 18e of zo? En in die dagen was het helemaal niet makkelijk hoor, om aan spul te komen. Ja, er was wel eens iemand en die was dan ergens geweest en die nam me wat mee. En dat was dan heel bijzonder. En ik heb jarenlang vrijwel dagelijks gebloot. Dat wel. En ook niet eens echt elke dag. Soms, ja, dan was mijn wiet was op. En dan denk ik, ja, ik kan er wel de deur uit gaan. En ik woon in het centrum van Arnhem. En het is niet zo heel ver lopen. Maar ik, ja, dan zie je weer diezelfde koppen in de coffeeshop. Ik denk, ik heb er gewoon geen zin in. Kijk, een wiet is niet lichamelijk of geestelijk verslavend. In ieder geval, ik heb daar nooit last van gehad. De reden voor mij om wiet te gebruiken was omdat ik heus wel zin had om even een wandelingetje te maken. Dan ging ik toch naar het streetcafé en daar mag je blowen. Ik denk, nou, dan loop je een klein stukje om. En dan ga ik lekker met wiet naar het streetcafé, een glaasje rode wijn, een lekker jointje draaien. Dat is een sticky. En een potje schaak spelen. En luisteren naar mooie muziek, want in het streetcafé wordt in de regel heel goed gedraaid. Door vrijwel iedereen hoor. Ja, dat bepaalt of ik rook of niet. Jointjes. En een paar weken geleden ben ik van de een op de andere dag gestopt met het roken van wiet. Het drinken van alcohol. Het roken van tabak. Ja, ik had nog een pakje check en dat heb ik leeg gerookt. In een periode van een week. Van echt van die super dunne checkjes. En dan niet te veel. Het einde echt uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Ja, op een dag is het op. Dat ook niet meer.
Ja, ik had dus geen jointjes op, dus ik klink alsof ik stoned was. Ja, maar ik was niet stoned. Ik was ook niet dronken. En je gaat mij niet vertellen, omdat ik jarenlang gebloot heb, dat ik dan de rest van mijn leven stoned overkom. Dat is onzin. Toch? En wat zegt hij dan hier? Wat insinueert hij? Nou, hij insinueert dat ik uit mijn nek lul. Dat vind ik het best dat je dat vindt. Maar geef dan aan op welk punt. Of punten. Van bij minuut zoveel zeg jij dubbele punt. En dat slaat helemaal nergens op. Jij slaat dubbele punt en dan nou, die zin dan, wat ik dan zeg. Kun je dan kort samenvatten. En dat slaat nergens op, want... En dan kom je met jouw verhaal. Kijk, we hebben een discussie. Maar dit is gewoon zeiken tegen mij. En dat geeft mij wereldsmart. Dus vandaar weltsmatch. Is helemaal niet leuk. En meneer Kansloos, ja, weet ik veel waar die homo woont. Dat bedoel ik beledigend, hè? Want dit is beledigend wat hij doet naar mij. Die meneer Kansloos, wat produceert hij zelf? Zal ik eens even op zijn kanaal kijken? Want die heeft natuurlijk ook een kanaaltje. Oh ja, dit kanaal heeft geen inhoud. Nee, dat komt vanwege het hoofd van meneer Kansloos. Hij heeft ook 0 subscribers. Nou, lijkt me uitermate terecht. Dus zelf zet hij helemaal niks op YouTube. Wel eventjes, joh, ik ben meneer Kansloos en ik zit op YouTube met een eigen kanaal. En dat heb ik voor de zekerheid, dat ik echt wel goed weet dat ik bezig ben. En dat ik ook zeker weet dat ik goed bezig ben. Ja, geen inhoud. Dan kunnen mensen een goed beeld krijgen van mij. Oké, dan heeft hij weer gereageerd. Perry Winkel. Ja, praat normaal. Heb me best gedaan te volgen wat je daadwerkelijk zegt, maar je manier van praten is nogal afleidend. Oh. Nou, laat ik het dan kort samenvatten. Het komt hierop neer. De EU levert ons een dienst waar wij niet om gevraagd hebben. Dit is duidelijk. En als jij van mening bent dat wij ooit gevraagd hebben aan de EU van kunnen jullie alsjeblieft dit en dit en dit en dit voor ons regelen en daarvoor moeten we op Europees niveau moeten van alles gaan gebeuren. Ja, dan kom maar met een voorbeeld. Wat ik weet is dat de Europese Unie is... Het is ooit begonnen als een handelsverdrag. En de handel binnen de EU zou bevorderd worden. En bewezen is in de jaren 90 dat de handel binnen de EU bemoeilijkt werd. Doordat de EU allerlei regels ging introduceren. Nou, je mag wel handelen met Duitsland, maar dat moet voortaan dan wel. La 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 la, la 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 la. Klanten van mij hebben de handel, in dit geval met Duitsland, gestaakt. Omdat die Duitse zaken, wir schaffen dies nicht. Dies. Das, die, dit. Ah, ja, mijn Duits is kloten. Ik ga me niet beter voordoen dan het is. Je manier van praten is nogal afleidend. Ja, ja. Heb ik het nou dan goed gezegd? En Thierry Baudet, die is dan nu van plan om nou niet meer te praten over een nexit. Nee, de nexit wordt zo dadelijk niet meer, is straks niet meer nodig. Want de EU gaat van binnenuit veranderd worden. Dat zijn zijn letterlijke woorden. Maar mijn punt blijft. Dat er nooit een vraag was onder de Nederlandse bevolking of de politiek
om een bepaalde dienst te verlenen die wij zelf niet konden. Dus geheel ongevraagd gaat de EU, dus het Euroraad gebeuren, een dienst leveren in de vorm van regels en wetten waar wij helemaal niet om gevraagd hebben. En dat doen ze dan tegen een vergoeding van meer dan 10 miljard euro per jaar. En het gaat al jarenlang zo. En daarvoor was het dan een vergoeding van 20 miljard gulden. Of bedragen van gelijke strekking. En laten we uitgaan van de euro. Die is toch gekomen in 2002, als ik me goed herinner. En we zijn nu 17 jaar verder. 17 keer zeggen, laten we zeggen 10 miljard. Maar dan hebben we nog naheffingen. Zullen we zeggen 11 miljard? Nou, 17 keer 11. Dat is, pak ik even mijn rekenmachine erbij. Dan ben ik zo goed in het vermenigvuldigen van priemgetallen. Dus dan 17. Keer 11. Is 187 miljard euro. Dat is een behoorlijk bedrag, hè? Dat is dus 187.000 miljoen. Ja. Doen we even een keer 1000. Even in miljoen uit. 1, 2, 3. Ik wil niet afleidend zijn, dan heeft meneer kansloos zo'n last van. Hè? Dat is dus 187.000 miljoen euro. Dat delen we even door voor het gemak. Door de... Nou, ik hou dan het... Ik hou aan dat hier in Nederland 2 miljoen mensen effectief werken. Ambtenaren en dergelijke niet meegerekend. Dus dat is 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 met de nullen. Dus per arbeider. Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Oh, wat heb ik nou weer fout gedaan? Wacht eventjes. Dit is wel heel erg afleidend wat ik nou doe. 187. Ja, dat is wel smertje. Dus zo erg allemaal. 87. 1000 miljoen. En dat deel je dan door 2 miljoen arbeiders. Dat is toch 93.000 euro. Wat er opgehoest is. Door de arbeiders. Ja. De mensen die in de haven werken. De mensen die in de thuiszorg niet achter hun bureau zitten en een beetje in de rond te lopen commanderen. Nee, de mensen die daadwerkelijk op de fiets langs gaan bij tante Gerda. Nou, laten dat er geen 2 miljoen zijn, maar 4 miljoen. Nou, ik betwist dat hoor, maar... Dan moet dit door de helft, dan heb je het nog steeds over meer dan 45.000 euro in de afgelopen 12 jaar. En het Europese feest is al bezig sinds de jaren 70. Met al die overlegstructuur. Kijk, dit is mijn probleem met de EU. Punt 1, ze leveren een dienst waar je niet op zit te wachten. En die dienst kost veel. Of zoals ze in Amsterdam zouden zeggen, dat kost hartstikke duur. Iemand als Wout, die reken ik, dat is de drummer van mijn band, die staat iedere ochtend om 5:30, 6:00 staat hij op. En als hij dan een beetje in de buurt werkt, waarmee hij onder verstaat op minder dan 20 kilometer afstand. Dan gaat hij op de fiets naar zijn werk. Daar is hij dan om 6:45, 7:45. En dan heeft hij even alle tijd om zich om te kleden. En dan staat hij om 7:00 met zijn hamer geluidsoverlast te veroorzaken. Maar gelukkig heeft niemand er last van, maar dat staat ergens in een nieuwbouwwijk. Kijk, die werkt.
En die heeft even die 45.000 euro opgehoest. Ja. He, want zo'n directeur gezondheidszorg, die gaat naar huis met 1,5 ton in het jaar. Ja, die doet geen effectief werk. De minister ook niet. Effectief werk, dat doet een loodgieter. Iemand die verwarmingssystemen aanlegt. De bassist van onze band die werkt voor een firma en die doet aan watervoorziening. Een grote project. Als je een cruiseschip hebt, dan moet zo'n watervoorziening in komen. Die mensen hebben natuurlijk het toiletwater nodig en douchewater en drinkwater. En ja, en hoeveel mensen zitten dan wel niet op een cruiseschip? Dat is high-tech werk. En hij doet dan logistiek management. Ja, hij werkt. Als hij niet werkt, dan kunnen die cruiseschepen niet gaan cruisen, snap je? Dus dat is werk. Ja, hij hoest dat dus op. En zou je het omslaan per burger die er überhaupt is, dan moet je dit nog delen door 10. En dan praat je nog steeds over 9.000 euro per inwoner van Nederland. Als je uitgaat van 20 miljoen mensen. 9.000 euro. En dat geldt dan voor iedereen, hè? Dus een gezin met papa, mama en 3 kinderen. Dat is dan weer 5 mensen keer 9 is 45.000 euro. Ja. Wat dat gezin heeft uitgegeven aan het ontvangen van regels en wetten waar ze helemaal niet om gevraagd hebben. Dat is mijn probleem met de EU. En als Thierry Baudet denkt dat hij dat van binnenuit kan gaan veranderen, hoe dan? Ik hoop dat meneer Kansloos dit niet afleidend vindt. Dat heb ik het toch keurig samengevat. De EU levert een dienst waar wij niet om gevraagd hebben. En die heeft dan sinds de invoering van de euro per Nederlander 9.000 euro pp gekost. Maar dat is niet leuk. Dat zijn geen geintjes meer. Ik zou zeggen, dit is diefstal. Dit is oplichterij. Je kan ook zeggen, dit is afpersing. Want, las ik ook ergens, als die Brexit doorgaat, dan gaat onze afdracht aan de EU met 10% omhoog. Of zoiets. Ja, want Engeland doet niet meer mee. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. We hadden ooit een klant en toen die filialen ging sluiten, toen werd de afdracht van die klant aan ons als automatiseerder, ja, die ging omlaag. Want ze zeiden we, ja, wij draaien nu minder filialen, dus jullie hebben minder werk. Wij deden ook begeleiding van die filialen en noem het maar. Wij werden afgerekend naar het aantal filialen. Dat was de deal. Ja, dan gaan die filialen gaan dicht. Ja, daar ging onze omzet. Maar we kunnen toch niet zeggen, ja, als er 1 filiaal dicht gaat, dan gaat de prijs per filiaal omhoog. Ja, die mensen van die organisatie die zagen ons aankomen. Want jij bent helemaal gek geworden. Er is een filiaal weg en dus betalen wij minder, hè, de goed begrepen. En als de Brexit er dan komt, dan, ja, dat is een jammer voor de EU, dan krijgen ze dat geld niet meer. Maar dat is ons probleem toch niet? Ja, dan moeten wij maar meer gaan betalen, want die Engelsen doen niet meer mee. Ja. En zo straks gaat Duitsland er ook uit en al die andere netto betalers die stappen eruit en zitten wij nog over. En dan moeten wij netto gaan betalen voor
de rest van Europa die te arm zijn om la 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 la. Dat is het einde van Nederland, snap je? Of ben ik nou weer te afleidend voor meneer, volgens meneer Kansloos? Ik begrijp het, en dan die welsmets van mij. Maar ja, ik kom er met een terechte kritiek. Wat is dat nou? Perry Winkel, ja, praat normaal. Heb mijn best gedaan te volgen wat je daadwerkelijk zegt. Maar je manier van praten is nogal afleidend. Nou, ik geef jullie... Jullie mogen erop reageren. Nieuwsuitzending 599. Ja? Heeft meneer Kansloos gelijk? Of heb ik gelijk in mijn kritiek op het EU-beleid van Thierry Baudet met zijn FVD? Wat meneer Kansloos hier doet, of ja, mevrouw Kansloos, of het team wat Kansloos heet. Wat heeft het nou voor nut? Waar is die organisatie of die persoon mee bezig? Kom met een inhoudelijk commentaar. Heb ik twee replies, wat even? Nou, hij kon er dus geen inhoud in vinden. Nou, mijn vraag aan jullie is: heb je inhoudelijke kritiek op nieuwsuitzending 599? En zo ja, welke? Ja, de EU is bezig om de CO2 te bestrijden. Ja. Nou, daar heb ik niet om gevraagd. Ik kreeg ook even daarover. Hè. Dus ook de EU zit er ook mee bezig. Hè. En Thierry Baudet, die wil dan... kritisch of zo op het klimaatbeleid. En lalalala. Ja, er zijn mensen die zeggen dat CO2 juist goed is. Dat is een uitspraak van Thierry Baudet. Wat Thierry Baudet, even over klimaat, waar het op neerkomt. Vroeger, heel lang geleden, was er een ijstijd. Dat is de verklaring waarom in Drenthe graftombes zijn gevonden en die noemen wij hunebedden. En die zijn opgetrokken met stenen waarvan je weet dat die niet hier van nature voorkomen. Want wij hebben geen gebergte waar dat soort stenen in granieten, rotsmassa's, toestanden... Nee, want dit is kikkerland namelijk. En de verklaring is dan dat die stenen uit Scandinavië komen, waar ze wel die rotspartijen hebben. En die zijn met het ijs meegevoerd. En de grens van dat ijs, die ijsvlakte, lag dan ergens onder Drenthe. Halverwege Overijssel, zeg het maar. Dat heette Grote IJstijd. Nou, daarna is het opmerkelijk warmer geworden. Dus al het ijs is gesmolten. Die stenen kwamen op het land te liggen. En toen dachten die Drentenaren, oh wat leuk, daar gaan we een graftombe van maken. Een hunebed heet zo'n ding. Die periode dat het zo warm was, dat is ongeveer van het jaar 500 tot en met het jaar 1500. Wij zeggen dan het jaar van onze Heer, dus Anno Domini. Dus 500 na Christus tot en met 1500 na Christus. Maar is er weer politiek incorrect en die Mohammedanen voelen zich beledigd. Dus vandaar het jaar 500. Common era. Zo. De middeleeuwen. Toen was het warm. Warmer dan nu.
over een periode van bijna 1000 jaar. Na die warme periode kwam de kleine ijstijd. Dan heb je het over de jaren 1600, jaren 1700. En daarvan zijn hele leuke, pittoreske schilderijtjes gevonden van dichtgevroren meren waar de mensen op zwaaiden en zwieren op hun schaatsjes. Mannen, vrouwen en kinderen tegelijkertijd. De kleine ijstijd heet dat. Sinds die kleine ijstijd is het weer warmer geworden. Ja. Dat moet meneer Thierry Baudet zeggen. En ja, dan kan je je afvragen, hoe kan het nou dat die grote ijstijd kwam? Kwam dat door die stoute holbewoners? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar waarom werd het dan zo warm tijdens de middeleeuwen? Was dat die stoute katholieke kerk? Hè? De middeleeuwen was de periode van de katholieke kerk. Nee, natuurlijk niet. Ja, ze hebben er heel wat mensen op de brandstapel geflikkerd, maar je gaat mij niet vertellen dat dat leidde tot global warming. Was wel natuurlijk relatief niet zoveel CO2 hoor. Zo'n paar van die, wat heet het dan, heidenen, zijn er nou tot CO2 verbrand. Dus ook niet zoveel. Wel in het aantal mensen, maar niet in het aantal kilo CO2. Dat maak je mij niet wijs. Nou, en toen daarna werd het weer kouder. Oh, dat kwam door Martin Luther. Ja, ha, 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 ha. Ja, erop. Nee, maar in de 19e eeuw is het warmer geworden. Dus, ja, voor mij staat dat vast. En die stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur, ja, die zet nog wel eventjes door. Maar ik weet nog in de winter van 2009 of 2010, was het erg koud hier. Wauw. Het was hier zo koud dat ik had mijn kachel, ik had een gaskachel hier. En die had ik dan, ja, ik zeg dan eigenlijk uitgezet, hè. Die stond op nul. Dat ding sloeg toch aan, hè. Dan vond die kachel in zijn eentje van, ja, ik sta wel op nul. Zo'n thermostaat ding, hè. Maar het wordt nu echt te koud. Nou, dan was ik inderdaad beneden nul in mijn woning. Ik had het nog gevraagd aan zijn onderhoudsmonteur. Wat is dat nou? Als ik hem op nul zet, dan wordt hij toch niet aan te springen. Nou, ik ben toch de baas hier in deze woning, of niet? Ja, zei die man. Dat is voor de veiligheid. Zo, weet ik veel. Ja, dat hoort zo. Nou, zo koud was het. Ja, de winter van 2010 of 2011 was ook heel koud. En toen daarna, ja, eigenlijk niet meer. En de laatste paar jaar heb ik de kachel niet eens meer aan. En de afgelopen zomer was echt heel warm, zonder meer. En dan gaat bij mij de kachel niet meer aan. Ja, dat betekent dat ik geen CO2 produceer, lijkt mij. Andere mensen dan wel? Ik zou niet weten waarom. En is dat erg dat het wat warmer wordt? Nee, wat maakt mij dat nou uit? Dat maakt me er helemaal niet uit. En die mensen die zo'n strandtenten exploiteren daar in Zandvoort, die zijn helemaal niet bang dat die zeespiegel gaat stijgen. Nee, die zijn eerder blij met het feit dat het zo lekker weer is. Want dan kunnen ze extra veel satéetjes met stokbrood verkopen en een mooi glas bier erbij. En ijsjes voor de kinderen. Terwijl als je zo'n koude, kleffe, natte zomer hebt, ja, dan zit je daar een beetje als strandtent uitbater te kijken naar de zee. Waarvan de spiegel ook niet stijgt op dat moment. Die mensen hebben liever mooi weer. Nou dan. En dan van de EU mag dat niet meer? Dan moeten we wat aan gaan doen. En dan gaan we eerst beginnen met te praten over de hoeveelheid poen. Dan leg je auto op. En CO2, dat is het grondstof voor planten. Zonder CO2 heb je geen plantengroei. Punt.
En de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, dan heb je het over 0,03%. En ja, het stijgt dan iets. Even kijken wat ik kan vinden. Het is een belachelijk laag percentage. CO2. Concentratie historisch. Kijk hoor, ja. Even kijken hoor. Ja, precies. In 1959, mijn geboortejaar, by the way, was het 360 ppm. Dat is parts per million. Dus op, dan heb je het, als je het uitdrukt in het aantal deeltjes. We hebben de rekenmachine erbij. Dan heb je het over 316 deeltjes per 1, 2, 3 is 0,0003. Dus in procenten, dan is het een keer 100. Als je me nog volgt. 0,0316. Momenteel zitten we op 0,04. Ha ha ha. Ha 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 ha. En dan moet ik van in paniek raken. Gaat er weer. Yo, het broeikaseffect. Ja, weet je dat water op zichzelf, het waterdamp. Dat is ook, heeft ook een broeikaseffect. In die zin dat er dan meer infrarood wordt geabsorbeerd door de atmosfeer, omdat er water in zit. Waterdamp in zit. De concentratie water in de atmosfeer is denk ik wel wat hoger. Even kijken. Oh, dat weet ik niet. Concentratie. Oh, dit CO2. Oh, nee, dat pak je niet verkeerd. Concentratie kampen. Nee, dat bedoel ik niet. Concentratie. Water in de lucht. Hoeveel water in de lucht? Nou, kom op. Luchtvochtigheid. Zal het doen? Ja, als je het hebt over water, dan heb je het over een, hier worden dan getallen genoemd van 50.000 parts per million. Nou, net hadden we het over 316 à 400 parts per million. Dus dan is water is dan meer dan 100 keer zoveel. Waterdamp. En dan beweren ze van ja, maar water heeft wel een broeikaseffect, maar het broeikaseffect van CO2 is veel groter. Ja, dat zal wel weer. Maar het maakt me geen donder. Hè? Heel verwarrend wat ze hier allemaal beweren. Vergelijk de bijdrage van kooldioxide. Koolstofdioxide lijkt mij dat je dat moet noemen. Is ongeveer 7 graden. Wat nou? Het is toch niet 7 graden warmer geworden? Gaat het weer? Dat is gewoon niet waar. Moet je dat nou zeggen? Geouwe hoer in de ruimte? Want gelul, dat is weer een vies woord. Hè? Want
operatie Broeikas gaan ze. En de herkomst van CO2, ja, als er een vulkaanuitbarsting is, heb ik maar laten vertellen, dan komt er ook een enorme hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. En daar doe je niet zoveel aan. En in de oceanen zit ook een bepaalde hoeveelheid CO2. Ja, CO2 is een natuurlijk gas. Geld uit de zak klopperij. Zo doe ik dat af. Hè? Dan mag je zelf bij denken wat jij ervan vindt. En ik ben landbouwkundig ingenieur en ik ben afgestudeerd in luchthygiëne en verontreiniging. Dus je mag aannemen dat ik enig recht van spreken heb. Ik weet wat ppm betekent. Ik kan het nog omrekenen naar gewichtsprocenten. Zelfs dat kan ik. En ik zeg je, er is niets aan de hand met het klimaat. In onze vriendenkring, Martin, die ontzettende klimaatalarmist. Ja, het gaat allemaal mis. Straks stijgt de zeespiegel met 10 meter en zijn we allemaal verdronken. Nou, echt niet hoor. Wat zullen we dan wel weer zien? Dat gebeurt helemaal niet. Dat kan niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat is niet aan de hand. Er wordt heel angstig over gedaan. Maar straks gaan we er allemaal aan. Nee, natuurlijk. Niet aan de orde. Ik kan wel zeggen zoals Martje van ja, maar in de toekomst kan het helemaal fout gaan. Maar hoezo? Er is nu niks aan de hand. Maar waarom zouden we dan al gaan praten over zoveel miljoenen en miljarden? Dan moet een CO2-belasting per land. Met een gedoe met die Tesla-auto. Dat was die andere, dat is ook zo leuk. Kijk hoor. Daar heb ik ook een uitzending over gehouden. En die is dan CMSNSE, op zijn Nederlands gespeld. TV. Lijkt me ook zo'n vage. Wat voor kanaal heeft die? Die heeft niet eens een kanaal. Wacht eventjes. Oké. Okay. Link open of niet op de tabblad. Oh, die heeft inderdaad wel wat video's. Allemaal van Thierry Baudet. Een hele hoop, allemaal Thierry Baudet.
Thierry Baudet. Theo Hiddema. Thierry Baudet. Theo Hiddema. Ja. Oh. Maar goed, dit ging dus over de weltschmerz. Over het EU-beleid van Thierry Baudet en zijn FVD. En rare commentaren die je krijgt op internet. Van vage personen. En dat die reactie dus van die CMS NSE, met een E van Eduard. Denk je natuurlijk aan National Security Agency of zo. En dat ging over die Tesla-auto. Maar in Nederland wordt elektriciteit, die dingen lopen op elektra. En als je elektra verbruikt, dan komt er geen CO2 bij vrij. Dat snap ik direct. Wel is het zo dat die elektra moet worden opgeslagen in een accu. En een accu, er zit nogal wat in, hè. Nikkel-cadmium toestanden. En waar komt die nikkel en het cadmium vandaan? Moet ook gewonnen worden. En die accu's die slijten. Maar die elektra die wordt voor 90% hier in Nederland opgewekt. Met fossiele brandstoffen. De grootste fossiele brandstof elektriciteitscentrale die staat in Brabant. Bij de Amer, dat is dat zo'n riviertje? De Amercentrale. Daar weet ik het een en ander van. Uit mijn luchthygiëne en verontreinigingsperiode was dat een verdachte. De producent van toen ging het met name om zwaveldioxide. Daar krijg je zure regen. Daar weet ik vrij veel van. Ik heb er onderzoek naar gedaan. En er werd toen van de Amercentrale werd er van alles beweerd. En dat was helemaal niet waar. Voor mijn stage heb ik dat gedaan. En mijn stagebegeleider, Rob Steenkist, die was erg tevreden. Goed onderzoek. En ook echt onderzoek gedaan. Niet een beetje lopen mijmeren achter je bureau. En ik denk dat het zo ziet. Nee. Gegevens verzamelen. En niet zo'n klein beetje al. Al die, er was nog voor in de tijd dat die automatisering nog niet zo ver was. Dus het enige wat ik had, dat waren boeken. Met data erin. Die werden gepubliceerd. Alles overtypen. Oh. Wat was er veel werk? Dat typen dan. En dan nog de modelmatigheid construeren. Wat een Sperry Remington computer. Dat is er bij de KEMA. Hier in Arnhem. Leuke tijd. Leuke stage. Ja, de Amercentrale was er niks meer aan. Dan heb je de Amercentrale. En in Groningen heb je de Hunzencentrale. In Amsterdam heb je de Hemwegcentrale. En ja, ga maar door. In Nederland over heb je van die centrales die produceren elektriciteit. En dat wordt geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen. Dus al die Tesla-auto's die je rijdt, ja, die produceren geen CO2, geen koolstofdioxide, terwijl ze rijden. Maar die elektra waarmee die accu wordt opgeladen, ja, op dat moment komt er allemaal CO2 uit die pijp van de Hunzencentrale of waar je maar zit. 90% van de elektra in Nederland wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. En hoe wil je dat gaan vervangen door zonne-energie? Want dat kan helemaal niet. Daarvoor hebben wij veel te weinig zonlicht hier. Het is maar 100 watt per vierkante meter. Dat trek je niet. Ja, dus ik heb, als je een lampje in je huis wil laten branden, ja, op dat moment moet je een vierkante meter zonnepanelen. Nou, als je 100% rendement hebt, en dat heb je niet.
Wil jij hem af? En als je 's avonds een lampje wil laten branden, ja, op dat moment schijnt de zon niet. Dus dan moet je die zonne-energie van overdag, die moet je dan opslaan ergens. Ja, in een accu of zo. Ha, 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 ha. Terwijl zo'n centrale die draait op fossiele brandstoffen, ja, die draait 's nachts gewoon door. Vroeger had je ook nachttarief. Dus werden gezinnen aangemoedigd om de wasmachine vooral na zoveel uur 's avonds aan te zetten. Want dan had je nachttarief en dan betaalde je minder. Dat was voordelig. Voor de elektriciteitsproductie. Want anders heb je die pieken overdag en dan 's nachts al die kuilen of dalen. Wij komen daar niet zomaar van af. En dan kan je wel zeggen, nou, gaan we die Tesla-auto's allemaal subsidiëren. Maar dat gaat, punt 1, ontzettend veel geld kosten. We praten over een subsidie voor de komende jaren van 700 miljoen euro. Ja. Iedereen moet lekker Tesla's kopen. Maar het scheelt geen biet op de CO2-belasting. Het is alleen maar leuk voor die mensen die zo'n Tesla kunnen kopen. Ja, Martin en Wim en ik, wij rijden niet eens een auto, we rijden een Renault Clio. En die delen we dan. Wim betaalt alles. En wij vergoeden iets voor Wim. Ja, Wim kan niet alles in zijn eentje betalen. Hij is wel de grootverbruiker van die kilometers, maar ja, je gebruikt een auto van iemand, dan betaal je ervan. Behalve de benzine natuurlijk. Ja, zo doen wij dat. Wij rijden geen Tesla. Wij krijgen ook die subsidie niet. Dat is ook een bedrog. En dan de reactie van die gozer, die heet dan die CMNS en DI. Ja, wat zei hij nou? Lekker hè? Vraagteken. Eerst goed blowen en dan anderhalf uur lang onzin uitslaan. Nou, dat was niet anderhalf uur, dat was een uur. Want ik hou mijn uitzending op een uur. En het is geen onzin die ik uitsla. Ik heb dat allemaal netjes opgezocht. Elektriciteitsproductie in Nederland, 90%. Dus, fossiele brandstof. En als je dat wil veranderen, ja, be my guest. Hoe wil je dat doen? De enige mogelijkheid die ik zie, is dat we waterstofcentrales gaan bouwen in Spanje, Turkije. Plekken waar de grond heel goedkoop is. Maar dat mag grond zijn die, ja, gewoon steen, zand, waar toch verder helemaal niks groeit. En daar dan zonnecollectoren. Dat is lekker goedkoop. Niet die hoogwaardige PHV-cellen met silicium en germanium. En allemaal veel te duur. Ja, gewoon zonnecollectoren. Gewoon die hitte opvangen. Eronder een heatsink. En dan daartussen Peltier-elementen. En met het Seeberg-effect trek je daar gelijkstroom uit. Die gelijkstroom die gebruik je om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Nou, die waterstof die zet je dan opslaan in gastanks. En dat transporteren naar het westen van Europa. Eventueel met een leiding, een gasleiding. Gewoon waterstof. Uitermate explosief, maar ja, dan moet je er maar wat op verzinnen. Maar dat zou te doen zijn, lijkt mij. In Turkije en in Spanje, daar heb je zonne-energie, dat is 6 keer zoveel dan hier. En daar is een hele hoop braakliggend land. Syrië is ook zo'n gebied. Zo'n stoere film gezien van is dat je ISIS-strijders, die gingen naar het front. En dan zie je gewoon één vlakte, dan heb je om de 10 meter zit er een klein pioniersplantje en dat probeert daar te overleven. Voor de rest groeit er helemaal niks. Zand en stenen. Ja, pleur het vol met zonnecollectoren. Heb je het over een gebied van
rustig, zullen we zeggen, 50 bij 50 kilometer. Dat is 2500 vierkante kilometer. Nee, dat zijn een hoop vierkante meters. Dat even uitrekenen en dan ga ik stoppen. Ja? Rekenmachine. 50 keer 50. Dat is 2500. En dan zijn vierkante kilometers. En dus is dat dan keer 1000. En dan nog een keer 1 miljoen. Vierkante meter. Oh, kom even tegen de microfoon. Dit is een leuk aantal watts wat je hier binnen krijgt. Dan praat je over 2,5 gigawatt. Oftewel 2500 megawatt aan zonne-energie. Nou, stel dat je met je hele proces maar 10% overhoudt, dan heb je nog steeds 250 megawatt over een stuk van 50 bij 50 kilometer. Wat toch niet gebruikt. Dat is een leuke hoeveelheid. Nee, dat zeg ik fout hoor. Dit moet je dan doen keer Syrië, keer 1000. Nee. Nog veel meer. Dit moet je nog. Nee, dat heb ik helemaal fout. Een rendement van 10%. Maar je hebt er 1000 watt per vierkante meter. Dus dan moet je dit keer 100 doen. Ja. Nee. 250 gigawatt. Voor een stukje kaal terrein. In Syrië, wat geen drol kost. Je hebt alleen die transporttoestand. Dat waterstof moet hier naartoe. Dat waterstofgas, de gas bij kamertemperatuur. Hoog energetisch. En als je dat verbrandt, dan krijg je water. Daarmee dat ook waterstof. En een vlammetje erbij. Kaboom. De Hindenburg, ken je dat nog? Ja, zo'n vliegmachine, zo'n grote ballon met zo'n cabine erom. Die was gevuld met waterstofgas. Dat ding vloog in de fik. En toen kwam er allemaal water. Vanaf dat moment hebben ze ook maar besloten om daar helium voor te gaan gebruiken. Maar ja, dat is een edelgas. Dan zie je er maar eens aan te komen. Maar waterstofgas is makkelijk te maken. Dat scheid je zo met elektra. Ik heb het zelf nog gedaan. Ik heb veel te oefenen met scheikunde, dat ik klein was. Vanaf mijn 10e of zo. Kreeg ik een scheikundedoos voor mijn Sinterklaas. Nou, dat vond ik interessant, man. En ik haalde van die boekjes van de bibliotheek, scheikunde thuis. En mijn tante Irene, die werkte bij de medische industrie. Dat was medisch analist. En die joepte dan van mij, Reageerbuizen mee en Erlenmeijers. Van die andere dingen. Een Erlenmeijer heeft een platte bodem. En je hebt die dingen, die hebben ook een ronde bodem. Die kreeg ik ook mee. En van die rubberen kurken. En daar boorde ik dan van die gaten in. En dan kon daar een buisjes erin. Ging ik destilleren. Ja, leuk gespeeld in die tijd. Leuk. En met dat milieu is helemaal niks aan de hand. Dat is alle alarmfase, huppeltje pup vanuit de EU. En wij worden hartstikke bang en schakelen over tot het betalen van belachelijk veel belasting. Klaar. En meer is het niet. Ja. Nou, reuze bedankt naar het luisteren van deze uitzending over Weltschmerz. Daarvan nummer 2. Dan EU-beleid, Thierry Baudet en zijn FVD. En uit respect en uit liefde zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag, lieverds.